Zo, goedemorgen. Daar ben ik weer. En ik moet nog eventjes kijken of ik ook inderdaad online ben in de groep. Of ik in de goede groep zit, enzovoort. En dan gaan we even kijken. Hij doet nog niks hier. Dat is zo vervelend, want het duurt even voordat hij natuurlijk hem op mijn tablet te pakken heeft. En dan gaan we even een melding, eens even kijken of hij daar wat zegt. Nee. Even verfrissen. Sorry hoor jongens, het duurt even. Soms duren zulke dingen gewoon even. Maar nu. Vijf nieuwe. Meldingen. Dat is ook niets. Roepen. Hier moet ik hem hebben. Ja, ik heb hem. En ik zie dat ik twee kijkers heb. Goedemorgen en we kunnen gaan beginnen. En ik heb hier de eerste kaart. Maar ik pak eerst even het catalogusboekje erbij. De mini. En ik heb koffie. En volgens mij had ik die uitgezet, maar blijkbaar niet. Zo. Fix und fertig. Yes. En wat gaan we doen? Kaart en koffie met de sneeuwmeelsuite. En dit is het designpapier wat bij de... Dat heet ook het sneeuwmeel DSP. Dit is de ene kant van DSP. Allerlei leuke kleurtjes. En dit is de andere kant met de pastelletjes. Die zes velletjes zaten ook in het pakket. Er zit wat van dat bekerstwijn bij. Dat ga ik niet gebruiken. De hartjes ga ik zeker wel gebruiken. En de rest gaan we zien. We gaan gewoon beginnen. En dan ga ik eens even kijken of ik ook wat commentaar kan vangen. Goedemorgen, ik zie Judith, ik zie Petra, ik zie Jenny, ik zie Beb. Goedemorgen allemaal. En de eerste kaart heb ik in het bij Moeder B gedaan. Met designpapier, Blushing Bright en een wit cirkeltje. En vandaag ga ik hem maken in het Blushing Bright. Daar heb ik de kaartbasis voor gesneden. Dat is een 21 basis bij 14,5. Dan moet ik de mat nog gaan snijden. Die doe ik hetzelfde als de eerste kaart van dat leuke streepje. De achterkant hebben die lieve slakjes, maar ik doe het streepje gebruiken. Eenvoudig streepje. En die wordt gewoon 14 bij 10 centimeter. Even kijken waar we zitten. 10. En dan maken we deze 14. En dan heb je al een mat voor je kaart. Ja, of een mooi stukje papier over voor om wat anders mee te gaan doen. Dus dat leggen we even apart. En dan heb ik de basis. En dan ga ik even kijken. Heb ik twee dingen die ik kan maken. Want ik heb hem op twee manieren beschreven. Ik heb op deze kaart een matje onder het designpapier gedaan. Maar die zit niet in het kaartpakketje. Want je kunt hem natuurlijk ook direct met het designpapier matten. Ik vind het leuk om er een klein extra randje onder te hebben. En die ga ik maken van rood. Zo. Dus die maak ik op. Dit is dus de variatie die ik maak. 7,5 bij 10,5. Die wordt 7,5 bij 10,5. En dan snij ik het designpapier net iets kleiner. Gebruik je alleen het designpapier, dan doe je het designpapier direct op 7,5 bij 10,5. Dus ik doe nu de rode mat op 7,5 bij 10,5 en designpapier doe ik op 7,2. Omdat ik van smalle randjes hou. 7,2 bij 10,2. Als jij wat breder randjes leuk vindt, doe je hem gewoon op 7 bij 10. En die plak je op dit matje. Of je plakt hem straks direct op je basiskaart. Dan hebben we nodig een... Ik leg die basis even aan deze kant. Zo.
Dan hebben we nog nodig een strookje designpapier van 2 bij 10 centimeter. En dat doe ik met de hartjes. En aan de andere kant heb je dan de paddenstoelen. Die wordt 10. Dat is de volgende. En dan heb ik, even kijken, dan gaan we nog met het kaartstok aan de gang. Die heb ik al op maat gesneden in de brede. Dit is 1 inch. En waarom doe ik hem op 1 inch? Omdat ik de pons gebruik. Ik heb deze triple pons, die bennenpons. En die gebruik ik. En dan heb, is de breedste is 1 inch. En dat is 2,1 centimeter, dacht ik. Dus dan in de pons. Maar natuurlijk, ik zal het straks bij die andere laten zien, kun je dat ook gewoon knippen. Dit is een strookje van 1 inch bij 10,5 centimeter. En dan knip je dat dingetje eraf. Ik vergeet hem dus om 10,5 te snijden. Maar dat kan nog. Zo. Hoppeté. Dan doen we deze gelijk even op 9,5 maken. Die doe je ietsje korter. En dat is een strookje van 0,75 inch, 3 kwart. 1,9 centimeter. Ja, 1,9 centimeter. Dat weet ik nooit uit mijn hoofd hoor. En die gaan we gewoon knippen. Want je kunt natuurlijk zo'n bennetje, kun je met de bennenpons doen. Maar je kunt hem ook gewoon op de helft inknippen. En dan pak je hem gewoon zo. En ik hoop niet dat ik uit beeld ben. Want ik heb altijd de neiging om dat stukje kaartkarton naar me toe te halen. Dat is deze. Volgens mij heb ik de groene nog iets te lang. Maar dat ga ik straks zien. Dan kunnen we nog afsnijden. En dan kunnen we de kaart in elkaar gaan zetten, denk ik. Ik heb nog een cirkeltje nodig. Een cirkeltje van 2 inch. In het wit. En ik had een wit stukje papier. Ja. Of je pakt de layering circles. En daar pak je de, ik dacht, de 2 na kleinste. Maar dat zou ik echt even na moeten kijken. Daar kun je hem natuurlijk ook mee. Die is net zo groot. Deze iets kleiner. Hier heb ik niet zo goed, ja. Nou, maar dat, die, pas, die zou het ook prima doen, hoor. Deze is te groot. Dan moet je toch deze nemen. Die is het. En dat is de 1, 2, 3 na kleinste. Dat werkt ook. Nou, ik heb hier, ik, volgens mij noemen ze dat doedelen, maar dat weet ik niet zeker. Goedemorgen Annelies. Ik heb daar een randje omheen gezet met een van de markers. Ik heb de Basic Cray gebruikt. En dan gewoon los uit de hand, het puntje ertussen. Ik vind dat wel een leuk effect geven. Net iets extra's. Dat hoeft niet. Dat kan. En dan heb ik op deze het slakje gestempeld. Die komt gewoon uit het stempelset. En, maar in het designpapier zitten dezelfde maat slakjes. En die kun je ook gewoon ponsen natuurlijk. En dan ben je sneller klaar. Bij de pakketjes heb ik deze slakjes erbij gedaan. Die heb ik uitgestanst. En een kaartkarton slakje zit erbij. Zonder stempel erop, want de stempels mogen niet. Dan pak ik even de kleine stansmachine. Om hem uit te stansen. Zo. Niet gooien. Mijn handen willen niet zo heel erg deze week. Iets te veel weersverandering, denk ik. En dan stans je dat slakje
We gaan gewoon van diep winter naar voorjaar, jongens. Want het ziet er echt prachtig uit buiten. Het wordt echt de cirkel, hoeveel centimeter? Ik weet dat die twee... Dan is die 5 centimeter, dacht ik. Ik pak even een lineaal erbij. 2 inch is volgens mij 5 centimeter. Ja, die is 5 centimeter. De cirkel. Altijd, als ik deze wil gebruiken in een film, ja. Hij doet het normaal altijd, maar dit gaat dan te haastig. Gewoon overnieuw. Even opnieuw erop leggen. Hoppatee. Waarom ik niet pak, mag ik aan Joost weten. Hij pakt die bovenplaat niet mee. Ik ga het even anders doen. Die tip heb ik gelezen op een van de groepen. Dan pak ik even het andere plaatje. Hij schijnt iets dunner te zijn. Want hij staat vrij strak afgesteld, die mini stansmachine. Ja, zie? Dan draait hij hem er in één keer door. Dus, tip. Gebruik in plaats van plaat 1, plaat 3. Als hij niet wil draaien. Ik denk dat dat een nieuwigheid is van het stansmachientje. Zo. Die hebben we eruit. Slakje uit het designpapier. Ik heb hem gedoedeld. Dan kunnen we de kaart in elkaar gaan zetten. En dat gaan we gewoon met Tombow doen. Ik werk meestal met Tombow. Even voorzichtig alles bij elkaar houden. Zo, die pruim vouwen we dubbel. Even met vouwbeen eroverheen. Stukje designpapier erop plakken. Goedemorgen, Titia. En netjes het randje eromheen houden. Dan komt eerst het rode strookje in het midden. Ik ben geen meter. Bij mij gaat dat meestal op de gok. Op het oog. Heel soms meet ik het na, als ik ergens echt precies iets moet hebben. Maar meestal werk ik op het oog. Die komt in het midden. Daar gaat het matje overheen. Die moet ik nog even op elkaar zetten. Heb ik nog niet gedaan. Hoppatee. En dan komt die eroverheen. En die zet ik gewoon ook plat op de kaart. Dus zonder verhoging. Op ongeveer 2 centimeter van boven en onder. Vooral vind ik hem hier met die paddenstoeltjes toch ook wel erg leuk hoor. Dan gaan de... Ja, zie je wel, deze is iets te lang. Ik ga hier nog even een heel klein stukje van afsnijden. Een half centimeter ongeveer. Hop. Ik vond hem net iets te lang. Die komt aan de onderkant tegen de rode strook aan. Hop. En de gele erop. Half eroverheen ongeveer. Om en nabij. En die komt ongeveer halverwege de Bermuda B. Dat geel is overigens Daffodil Delight. En dan pakken we hem. Dan gaan we nog even stempelen. Want ja, zonder stempelen kan ik niet hoor. Echt niet. En dan gebruiken we dat... Hele kleine hello uit de sneeuw dit stempelset. Hallo. Goedemorgen.
is dat dat je dan even niet op een woord kan komen. Bermuda B. Zal ik hem met Bermuda B stempelen of met... Ik doe hem lekker met Daffodil Delight. Vind ik wel leuk. Ik stempel hem lekker heel eigenwijs in het geel. Ik ga gelijk even kijken of hij goed stempelt. Yes. Die zet ik hier onderin. Hallo. En het slakje doe ik er met... Ik moet even kijken op deze. Wat heb ik hier gedaan? Ik heb hem hier gewoon opgelijmd. Nou, dat gaan we met deze ook gewoon doen dan. En dan zet ik het cirkeltje verhoogd op de kaart. Dus jij komt hier. Ietsje boven hello. Ik vind ze wel schattig, die slakjes trouwens. Echt leuk. En dan heb ik mijn dimensionals nodig. En dan pak ik de minis voor. En mijn prikpen. Zo. Wie weet waar je een goed pincet kan krijgen om mee te knutselen. Ik ben al weken op zoek naar een goed pincet voor te knutselen, maar... Ik heb ze nog niet voorbij zien komen. Kijk, dan hebben we de Hello. En die komt hier. Een envelop erbij. En die moet ik even pakken, want ik ben vergeten te pakken. Ik ben helemaal niet vergeten te pakken, ze staan achter me. Zo, en daar stempel ik denk even gewoon een slakje op in het geel. Vind ik wel leuk. Of die paddenstoeltjes vind ik wel leuk om erop te stempelen. Die pak ik ervoor. En die doe ik ook in Daffodil Delight. Ik ben een beetje in voorjaarsstemming. Het is zo mooi buiten. Heerlijk. Ik hou ervan. En die stempel ik er in het Daffodil Delight op de envelop. Dan heb je een leuke bijpassende envelop. En je verraadt toch niet wat erin zit. Zo. Die doen we erbij. En dan zeg ik, kaartje klaar. Dat was kaartje nummer 1. En zie het verschil in als je andere kleurtjes gebruikt, een ander design. En je hebt een totaal ander kaartje, terwijl je echt dezelfde basis gebruikt. Leuk. Dat was 1. Dankjes hoor, dat ga ik doen. Dan gaan we naar kaartje nummer 2. Ik zit achterstevoren, dus jullie horen me niet. Kaartje nummer 2. Ik ruim even een beetje op, zodat ik straks mijn spullen gewoon nog kan vinden in de chaos. Dat heb ik de vorige keer gemerkt, kon ik op een gegeven moment echt niets meer vinden. De cirkels heb ik niet meer nodig, dus die mogen helemaal weg. Ik vergeet trouwens wat op de kaart. Het embellishment. Ik zie nu mijn hartjes liggen. Ik vergeet helemaal dat embellishment erop te zetten. Dus dat gaan we nog even doen. Want die schatjes zaten ook in het pakket. En ze zijn echt super leuk. Lieve kleine hartjes zijn het. En uiteindelijk zit hij ook op dit kaartje zitten de rode. En ik pak voor dit kaartje de witte. Want ik denk dat die toch iets meer afsteken. Tegen het achtergrondje. Waar laat ik hem nou vallen hier? Zo, kijk eens. Heel dom. Ik zie de hartje en denk, oh jee, vergeten. Dat is wel iets wat ik vaker vergeet, hoor. Moet ik heel eerlijk zeggen. Dan denk ik later, oh, ik ben hem vergeten. Ik zal ze nog even opzetten. Kijk, hier heb ik ze in het rood gedaan. En hier zitten ze in het wit. Nu is die echt klaar. En dan gaan we door met... 2. En dat wordt dit kaartje. Even het pakketje een beetje opzij leggen. Wat we allemaal nodig hebben. Zo. Ik heb hem hier in het wit met groen gedaan. Dit zijn ook de kleurtjes die je in het pakket vindt. En ik ga hem nu maken in het Daffodil Delight. Ik ben helemaal van het zonnetje vandaag. Dus, in de
een daffodil. En dan hebben we weer een basiskaart van 14,5 bij 21 centimeter en die mag je dubbel vouwen. Daar snijden we weer een matje voor. Wat doe ik hier? En volgens mij ben ik hier vergeten designpapier bij te doen. Heb ik het idee. Zou zomaar eens kunnen. Geen nood, want dat hebben we hier liggen. Kijk. Want wel hetzelfde, ik ga wel hetzelfde designpapier gebruiken. En dat is in, weer gewoon 14 bij 10 centimeter. En dan snijden we 14 bij 10. Goedemorgen, Franka. En dat is deze. Die mag er gelijk op vast. Je zou natuurlijk ook de andere kant kunnen gebruiken. Die krijgen jullie straks te zien. Die ga ik dus gebruiken op de volgende kaart. Dan weet ik ook gelijk waar mijn stukje designpapier is. Zo. Dat is het designpapier. En dan gaan we eerst stempelen. Want op dat strookje rood van een centimeter bij 14 centimeter, die komt er zo overheen. Die moet ik straks nog op maat maken. Ga ik even het hartje stempelen uit de stempelset. En dat doe ik ook in het rood. En het is een real red. Deze. Natuurlijk zou je dat strookje ook gewoon van designpapier kunnen doen. Die bijvoorbeeld. Maar ik vind het ook wel leuk om even te stempelen. En dat hartje past precies in die centimeter als het goed is. En zo maak je gewoon een rijtje. Het is handwerk, hè? Ook al ga je scheef. Hop. Zo. Dat is hem. Eventjes maat. Hier haal ik een heel klein stukje af. En dan maak ik hem al die kant op 14. Want dan is gelijk dat ongestempelde stukje eraf. Hoppata. En ook deze mag in het midden van het designpapier. Doe ik ook gelijk, dan raakt het ook niet zoek. Hoppata. Niet te veel lijn. Anders komt het eronder vandaan. Niet te weinig ook. Zo. Ik zit hard te trekken. Zo. Zo zit hij goed. Dan gaan we verder met. Deze heb ik al uitgestanst. Die vind je ook uitgestanst in het pakket. Die heb ik uitgestanst met de Stitched So Sweetly. En dat is een stukje. Want je kunt natuurlijk ook gewoon een stukje kaartkarton snijden. En dan moet ik even gaan meten. Dat is een stukje van 10,5 bij 7,5. Dat komt straks zo hierop te zitten. En daar hebben we voor nodig. Oh, deze keer ga ik ook de slokstempel, heb ik gezien. Dan gaan we even pakken. Ik heb deze weer nodig, die moet ik nog even schoonmaken. Ik heb de slak nodig zometeen. Want die ga ik deze keer wel stempelen. En dan gaan we nog wat paddenstoeltjes en andere dingen uitstansen. Maar ik ga eerst even deze schoonmaken. Met de scrub. Zo, die is weer schoon. En die stempel ik in het. Oh, ik had hem niet schoon hoeven te maken, want ik wil hem in het geel stempelen. Dat wist ik van tevoren niet overigens.
Ik stempel hem in het geel. Een beetje tegen de onderkant aan. Zo. Die is klaar. En dan het slakje. Gaan we even inkleuren ook. En die stempel ik er dus op een apart stukje wit kaartstok. Pasje. Met Basic Gray. En je kunt hem ook met Memento stempelen, maar ik vind... Ja, ik ben niet zo'n fan van Memento. Dan gebruik ik liever de Basic Gray. Ik vind het mooier afstempelen. Dat is echt helemaal gewoon persoonlijk, hè? Wat je mooi vindt. En dan ga ik hem inkleuren met de Daffodil Delight. Pak ik erbij. En ik denk de Pool Party. Zo. En een heel klein beetje Violet. Die ga ik eventjes als eerste doen. Zo. Is dit de Violet? Nee, dit is de Poppy Parade. Ik wil wel de Violet hebben. Ja. Dit is de lichte. Nee, ik wil de donkere. De donkere. En doe ik even in het hartje. Heel voorzichtig dat het niet gaat bloeden. Zo. Een bloedend hart heb je niks aan. Dan maken we het slakje. Zal ik het slakje geel maken of het huisje? Nee, het slakje. Dan begin ik eventjes met de lichte blend. En dus zo gebeurt het ook. Het zijn natuurlijk maar kleine oppervlakken deze. Nou zou je natuurlijk ook, want dit is dezelfde als die ik net uit designpapier heb gehaald. Maar ik wil hier gewoon eens andere kleurtjes voor gebruiken. En de slakjes in het designpapier hebben allemaal dezelfde kleur. Nou, dat wilde ik niet. Dus pak ik nu een gestempelde. En dan kleur je hem gewoon even in. Beetje schaduwhoekjes creëren. Die blends zijn echt super fijn om mee te kleuren, want er kan echt iedereen mee kleuren. Dat weet ik bijna zeker. Zo, nu van bovenaf. En dan ga ik dit eventjes inblenderen, zodat die scherpe lijnen weg zijn. Eigenlijk kleur je zo een beetje die scherpe randen weg. Dan creëer je toch een soort van schaduw. Zo, dat is de slak. En het huisje doen we in het Pool Party. En dan, nu begin ik gewoon ook met donker, omdat ik niet te veel kleur wil gebruiken. Ik wil hier gelijk die donkere rand langs heen zetten. En die blender ik uit met de lichte. Ga je gewoon random overheen. En dan kun je zo vaak doen als dat je wil. Net zolang dat je tevreden bent over de kleur. Deze ook een beetje in pastel houden. Zo. Hop. Meer doen we er niet aan. Nou, dan gaan we stansen. Want dan heb ik nog wat paddenstoeltjes nodig. Ik denk twee kleintjes in grote. Dat had ik ook op het basiskaartje gedaan. Ik ga het er even bij pakken. En dat slakje pakken we er even bij. Dus dit slakje weer. Die kleine paddenstoeltjes. Die vind je allemaal in de stansenset. En ik zag dat ik er gisteren nog een witte niet uitgehaald had. Die leg ik even apart. En de grote. Zo. Dan pak ik weer het kleine stansmachientje. Dit keer gelijk met een goede plaat. Zodat we niet hoeven te worstelen. Een stukje rood. Ik denk dat ik hier gewoon even een klein stukje van af zijn, want ik heb er een paar tegelijk op leggen. Huppatee. Rood. Een roze. Blushing Bright. En dit is Coastal Cabana. Ik vind dat al die
de kleurtjes. Officieel zijn de kleuren van het designpapier bij Moeder B, Blushing Bright, de bijpassende kleuren. Blushing Bright, Daffodil Delight, Real Red. Dit is Real Red, Blushing Bright. Daffodil Delight is dat geel. En Bermuda B, dat is dat donkere groen. Maar ik vind dat er nog veel meer kleurtjes bij passen, eigenlijk. En die gebruik ik ook gewoon. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Zo. Zie. Het heeft toch met... Allee. Hier hebben we. Nu kun je die hele kleine rondjes ook gebruiken. En dat zal ik bij het volgende kaartje laten zien. Maar... Ik heb ze niet in het pakketje erbij gedaan, omdat het gewoon niet mee te sturen is. Je vindt ze gewoon niet meer terug in je zakje. Dus dat heb ik niet gedaan. Maar stel dat je de set aangeschaft hebt, is dat heel leuk om te bewaren en te gebruiken erbij. Zo. Zo. Dat zijn de paddenstoeltjes. En wat heb ik nog nodig? Het slakje. Die moet nog even gestanst worden. Dit ga ik even gewoon op de grond vegen. Dat vegen we straks alweer op. Dat is het voordeel van een gladde vloer. En dan heb ik eventjes het slakje nodig. Die had ik toch al gepakt, hè? Oh, oh. Zoek. Heb die gelaten. Dan krijg ik het zo benauwd van dat soort dingen. Ik zie hem niet. Moet ik gaan knippen? Het zal toch niet waar zijn? Heb ik hem meegenomen naar de andere kant? Nee. Ik ga eerst die paddenstoel pakken. Dan zie ik hem straks misschien vanzelf liggen. Vervelend. Ik weet zeker dat ik hem pakte. Ja. Dus als je op een klein oppervlakte zit te werken, dan raak je veel meer kwijt als... ik pak even de fine tip lijm erbij. En dan zet ik het paddenstoeltje over deze paddenstoel heen. Dit zijn flesjes die koop je bij iedere hobbywinkel. Klein beetje Tombow erin. En als je dat dan wat verdunt met water, dan werkt het nog beter. Ik heb trouwens in deze heb ik dat gedaan. Die binnenkantjes gebruikt. Maar dit kan ook prima hoor. Zo. Dit paddenstoeltje hier. Het groene paddenstoeltje aan de andere kant. Vasthouden. Het is vloeibare lijm. Hè? Het heeft even tijd nodig om te hechten. En dit is ook nog eens verdund met water, dus dat heeft sowieso tijd nodig om te hechten. Die plakken we vast. Ik snap er geen van dat ik mijn slag heb gelaten. Ik heb mijn slag zoek gemaakt. Daar baal ik dan echt van, hè? Niet te vinden. Dan gaan we knippen, want ook dat kan. Oh, wacht. Hij is gevallen. Ik heb hem. Even snel door de stansmachine heen. Dat doe ik even buiten beeld. Slakje erop. Oh nee, ik ga het eerst stempelen. Dan gaan we de Happy Mail erbij pakken. Dat is deze stempelset. De Pretty Perennials. En die ga je komende week nog wel een paar keer voorbij zien komen. Want dan ga ik komende week wat dingetjes mee doen. En dan ga ik Happy uitgebruiken. En zoals je ziet,
Deze is al veel gebruikt. En meel ga ik eruit gebruiken. En de Happy stempicker met, wat zal ik doen? Rood of groen? Wat zal ik doen? Rood of groen? Het wordt Bermuda Bay. En dan stempelen we Happy op de kaart. Happy. Heerlijk, zo'n grote Happy. Afgelopen weekend, nou, ik kon hem niet meer zien hoor. We moesten hem iedere keer knippen. En dan doe ik meel, denk ik, in het geel. Vind ik wel leuk erbij. Vind ik ook mooi daarbij combineren en bij de basis. En die gaan we ook even heel klein. Ik probeer zoveel mogelijk op het randje te zetten. Gelukt. En dan pak ik het hakkertje er even bij. En dan doe ik hier hem even heel smal. Een schuin randje eraan. Hoppatee, je hebt een leuk bennetje. Weinig inzet, weinig moeite en je hebt zo een bennetje. Hier komen twee kleine dimensionals onder. En onder het slakje doen we ook een paar dimensionals. Of had ik die niet? Jawel, die had ik wel verhoogd heb gezet. En dan zet ik. Heb ik hem hier los? Nee. Hier. Die zetten we hier naast de Happy. Happy mail. Slakje ook nog eventjes. De vrolijke slakken, want ik vind het wel vrolijke slakken dit. Ze schijnen op slakken uit een of andere tekenfilmserie te lijken. Ik ken de serie niet, want mijn kinderen waren toen al wat groter. Dus misschien is hier iemand die dat weet. Goedemorgen, Gooitje. Ah, Petra, het is geel geworden, Petra. Dan zie je dat er echt vertraging in zit. Grappig. Komt de sneeuw. Huppatee, die komt hier. En die gaat in het midden. Envelop. En de envelop, denk ik. Gaat de grote slak op. Die vind ik ook wel gezellig. De dikke. Nee, deze is ook wel leuk. You've got mail. Happy mail. Ingesloten. En die stempel ik in het Bermuda. B. Kijk. Nou, dacht je. Weer een kaartje klaar. En weer twee. En dit is dus wat ik net bedoelde. Met die kleine stukjes erin. Hier in de paddenstoelen. Heb ik al die kleine randjes er weer ingeplakt. En dat is best een leuk effect. Deze heb ik iets verhoogd opgeplakt in het matje. Die heb ik er direct opgelijmd. En het kan allebei. Geen enkel probleem. En dat is kaartje nummer 2. Dan gaan we door naar 3. Eventjes weer wat boel aan de kant. Voordat we beginnen. Dan zoek ik me straks weer helemaal een ongeluk. Wat stempels schoonmaken. Goh. Die slak.
de mail even schoon. Ja hoor, pak jij maar koffie. Wat een goeie, ik heb ook nog staan, die is koud denk ik. Hoi Marianne. Die. En ik geloof, oh ja, die moet ook nog eventjes schoon. En dan heb ik hier nog een hello liggen. Zijn alle stempeltjes weer schoon in ieder geval. Niet helemaal onder een hek. Dan hebben we hier dat lijmdingetje. Moet ook even dicht. Want anders zit hij straks weer dicht. Dan doet hij het niet. Die mag achter me weggelegd worden. Die mag achter me weggelegd worden. De Happy Mail moet nog schoon. Nou, op het. Die heb ik nodig. En jou heb ik nodig. Zo. Kaartje 3. En dat is een vrij uitgebreide. Wop, daar hebben we het hele spul. Dit leg ik even hier op. Veel stanzen. En dat is de beschrijving. Hop. En dat is het kaartje. Deze is met een inlegkaart. Met een mooi randstansje. Hier heb ik het randstansje ook op gebruikt. En deze is met de gestikte stanzen uitgestanst. En dit komt allemaal uit het sneeuwmeelpakket. Deze in het rood met Bermuda B. En die ik nu ga maken, ga ik in Basic Gray. Met de achterkant van het vorige papiertje. Daffodil Delight, want we zijn vandaag een beetje in zomerstemming. Ik ga nu een andere maat papier gebruiken. Deze is 14 bij 21 centimeter, gerild op 10,5. In verband met die gestikte stanzen. Nou kun je hem gewoon op 14,5 houden, maar ik vind het net mooier om met deze stanzen. Pas komen er mooi langs het randje liggen, anders krijg je zo'n brede rand. En deze komt op de basis. Kijk maar hoe mooi gestikt ze zijn. Hier zitten stikrandjes in en die breng je dan over op de kaart en je snijdt hem niet uit. Dankjewel Tietje, Petra, dankjewel. Ik doe dit even buiten beeld, want dit moet op de grote stansmachine. Dus dan ga ik eventjes buiten beeld doen. Ik denk dat jullie hem wel horen. Want het zegt heel hard krak krak meestal als je deze stansen gebruikt. En dat kan geen kwaad, het klinkt alleen heel naar. Hoor maar. En dan krijg je een leuk gestikt randje op je kaart. Ik ga dat gelijk even doen met het matje. En het matje is, nu moet ik even heel diep nadenken. Nee, ik moet gewoon even op mijn ding kijken. Basis. Niet dus. Nee, even mijn liniaal erbij, want ik weet het niet zeker meer. Ik dacht dat die 9,5 bij 13 was, maar meet is weten, 9,5. Ja, 9,5 bij 13. En ook die ga ik even buiten beeld stansen. Dan kan die zo meteen gelijk in de basiskaart geplakt worden. Dan raakt hij ook niet zoek. En je hebt een leuk binnenkaartje op dat donkere grijs. Dat vriest hem gelijk op. Voilà. Die zijn klaar. De Stitched with Whimsy stansen zijn dit. Even kijken. Gelijk opruimen. Niks opmaken. Zo, die vouwen we even dubbel nog. Dus op 10,5. En deze plak ik er gelijk even in. En een beetje opletten waar je je lijm smeert. Omdat het anders tussen. Want het is wel door waar je gestanst hebt, maar het komt er niet uit.
Het is echt, echt puur een sierrandje. En in het midden mag nog wel wat. Zo. En die plakken we aan de binnenkant van de raad. Zo. Ah, je kunt er altijd nog een stempeltje in zetten. Maar omdat ik nog niet weet wat voor kaart het moet worden. Als het nou een verjaardagskaart is, dan kun je er al hartelijk gefeliciteerd in zetten of iets. En dan gaan we even aan de slag met de mat. De mat heb ik er met de rectangles uitgehaald. En dan is het volgens mij de 1 na grootste. Nou hoeft dat natuurlijk niet, hè? Want je kunt natuurlijk ook gewoon een basis snijden van 14,5 bij 21 rillen op 10,5. En dan doe je gewoon een mat van 10 bij 14 erop. Maar dat randje geeft er toch net wat extra's aan, vind ik altijd. En deze heb ik gestanst met de 1 na grootste. Deze stans. Gaan we ook even doen. En dan pakken we het gele briefpapier voor. En dat doe ik ook even op de grote stansmachine. Buitenwegs. Moet ik wel herrie maken. Oeps. Ik snij hem even iets smaller. Want dan kan ik hem de schuin inleggen. Ah, en dan hou ik een mooi strookje over. Die moet hier zien, hè? Kijk. Zo. Hoppatee. Jij weg. Het is heel veel stanswerk, deze kaart. En als je hem nou als pakketje had besteld, dan heb je hem... waar is mijn bovenplaats? Hier. Als je maar als pakketje... Zit dit dus allemaal in je pakket? Gestanst en wel. Zo, krabats, krabats. En daar is die, het matje. Zo. Die mag ook op de basiskaart. Met Tombo. Dan heb ik zometeen... Echt alleen het slakkenpapier nog nodig. En dat ga ik wel met een kleine machientje doen. Hier het slakje. Die komt dus uit een van de designpapieren. Het hallo kan ook. Die gaan we uitstansen. Ook designpapier. En de paddenstoeltjes doen we gewoon weer uit wat restjes kaartkarton. En dan hebben we deze als layer voor het hele tafereeltje. En die stans ik in het... Ik had wit klaar liggen, maar dat vind ik eigenlijk niet zo leuk. Bermuda B pak ik daarvoor. Ja, past mooi. Pakken we even een kleine stansmachientje erbij. En dan gaan we de hele bende uitstansen. We beginnen met het matje. Dat we natuurlijk ook in het rood kunnen doen. Vind ik bij deze nog leuker. Terug. We gaan het in het rood doen. Rood. Ja. Vind ik hem toch leuker. Steekt iets meer af bij dat grijs ook zo meteen. Hoppatee. Zo. En dit werkt perfect, zeg. Dan gaan we de hello eruit halen. Ik doe het gewoon even één voor één. Het kan wel met een aantal dingen tegelijk, maar ben je zo lang aan het schuiven om het goed te... En ik pak hier, want dat is zo leuk aan de tekst op het designpapier. Die staan er in alle talen op. In het Engels, in het Duits, in het Nederlands, hallo, en in het Frans. Bonjour. En volgens mij is in dit geval Duits en Nederlands hetzelfde. Kijk. Alsof het gestempeld is.
Dan pakken we de grote slak. Die is ook schattig. Met zijn cadeautjes. Hallootjes, cadeautjes. Zo'n schat op de mini-stans misschien. Ik noem hem al mijn handtasje, liefkozend. Yeah, weet, het komt er heel goed uit. Hij gaat prima zo. En dan, even denken. Dan moeten we nog eventjes wat paddenstoeltjes hebben. Dat is de enige. Nou, wat dachten we van? Boah, even kijken in de kleuren. Het wordt een roze. Het wordt een groene. En het wordt een gele, denk ik, de grote. Als ik nog genoeg geel in de buurt heb liggen. Ik heb toch wel geel in de buurt. Nee, dat is niet groot genoeg. Als hier de paddenstoel toevallig uit. Gaan we gewoon even proberen. Hier past de paddenstoel uit. Zo. Die doen we wel allemaal tegelijk. Werk. Ach, jammer Tietje. Zie je, doei doei. Fijn weekend. Wat zegt u? Een halve liter grons koffie? Sonja, ik geloof er helemaal niets van. Je hebt zeker een gronsbeker. Zo, eens even kijken of die het is. En dan die, hoop, blijft daar. En de kleine. Nu het kaartje, we hebben de stempel. Ja, we hebben alles. Dan kunnen we de kaart in elkaar zetten. Dan is het, alles zit er al op. De matten zitten er al op. En dan is het een kwestie van deze helemaal... opplakken. Want het is echt puur plak. Het is nu nog puur plakwerk. Plakken en hartjes. De hartjes niet vergeten. Het slakje ga ik er verhoogd op zetten. En dan ga ik van de week ook zeker nog wel met deze aan de gang. Want hij is gewoon te leuk om te laten liggen. Overigens, alle spullen zijn ook los te bestellen, hoeven niet als pakketje besteld te worden. En bestel je voor minimaal 40 euro bij me, doe je mee aan de verlotingen. Deze maand extra bij een bestelling vanaf 40 euro, 1 lotnummer, 60 euro, 2 lotnummers en een tot het einde van de maand nog een celebration item. En bestel je bij mij, dan gaan de lotnummers in de hoge hoed. En aan het eind van de celebration periode gaan we loodjes trekken, man en ik. En degene die gewonnen hebben, dat zijn er 4, minimaal 4, die krijgen een mooi celebration item thuis gestuurd. Of de vogels, hoe heet die? A Touch of Ink. Of het Berry Blessings pakket. Kijk maar eens in je celebration folder welke pakketten dat zijn. Dat zijn 120 euro items. En omdat die voor veel mensen niet haalbaar zijn, heb ik ze in de verloting gegooid. En krijg je ze na de celebration periode thuisgestuurd. Toch een leuk extraatje. En waarom doe ik dat? Nou, ik ben 60 geworden eind de laatste dag van de vorige maand. Dat is dus die 60 voor 2 loten. Wij zijn volgende week aan vrijdag 40 jaar getrouwd. Dat is de 40. En we kunnen het niet vieren, want ja, we zitten nog steeds in een lockdown. En dat gaat voorlopig niet veranderen, ook denk ik. Vrees ik. Het is niet anders. Ik zal er niet over klagen. Je gaat me ook niet horen klagen erover. Maar het is gewoon een beetje jammer. Dus dan hebben we deze oplossing verzonnen.
om er toch nog een beetje een feestelijk tintje aan te geven. En zo kan iedereen meedoen. En je hebt nog een ruime week om te bestellen. Tot volgende week een zondag. Even kijken, ik zal het straks, ik zet hem aan. Ik zet het filmpje komt ook op YouTube, dit filmpje. Dus daar zal ik alle ins en outs op zetten. We hebben overigens morgen ook nog een videohop met de Lovely Stampers. Ook een leuke. Ik kan hem aanraden. Ik zal morgen de linker erop zetten. Kan nu toch nog niet. Ik zet hem verhoogd alvast op de kaart nu met Dimensionals. En die plakken we rechts onderin een beetje. Dit wordt een lekker kleurrijk kaartje. En dan gaan de paddenstoeltjes erop. En dan begin ik met een kleintje in het roze. Heel klein beetje lijn erop. Hier bedoel ik dus voor. Hier zou ik het liefst een pincet voor hebben. Want je krijgt hier zulke vieze vingers van. Zo. Ik de grootte er ietsje overheen. Ietsje hoger. En dan dat kleine groentje. Maak ik volgens mij nu zoek. Oh nee, dit hier. Dat komt er ook nog op. Dat komt eronder. En dan is ook dit kaartje op de envelop na. Klaar. Zie, als je de slapjes uit dozijnpapier gebruikt, heb je in no time een kaartje in elkaar zitten. Zelfs een heel uitgebreid kaartje. En er zitten nog veel meer leuke items in, dat, in die stanzen set die ik nog niet gebruikt heb. Beetje jammer, maar die ga ik zeker nog laten zien. Oh ja, de stickertjes op de rol heten Glue Dots. Ja, maar die zijn dan weer net te groot en dan komen die paddenstoeltjes omhoog. Daarom gebruik ik ze niet. Nog wat hartjes eromheen, hè? Ja, tuurlijk. Een paar rode. Die vallen hier op, dat geeft tenminste op. Anders zien we ze helemaal niet. Even kijken, goed opletten waar ik ze plak. Altijd drie. Drie, vijf, altijd een oneven aantal in ieder geval. Zo. Dat is voldoende. En dat is kaartje nummer 3. Nog even een envelopje erbij maken. Ook leuk. Lekker stempelen. Dus even kijken wat we daarop gaan stempelen. De grote slak. Ja, ik vind de grote slak wel leuk. Die had ik al op een blok gezet volgens mij. Of niet? Nee, hij zit hier nog niet. Klopt, want ik had net die andere gebruikt. Ik had de sneeuw dit gebruikt. En die stempel ik in het rood. Ik zeg nu rood. Ja, hier is rood. En die mag op de envelop. Die gaat er vandoor. Keihard. Hij gaat er gewoon keihard vandoor. Hop. Op de envelop. En dat is nummer 3. Totaal. Hetzelfde model. Totaal ander kaartje. Leuk hè, die binnenkant. Ik vind dit echt een super mooie stans set dit ook. Daar kijk je ook een beetje overheen als je in de catalogus kijkt. Ik had er ook overheen gekeken. Ik zag het ook bij iemand anders. Even een andere kaartje opzoeken. Dit was kaartje nummer 2. En dan moet ik kaartje nummer 1 op zien te vinden. Dit ligt achter me. En kaartje nummer 1. Dat is die. Dat zijn ze allemaal. Die. 3, 6 kaarten heb je dan. 3 van vandaag. Dit zijn de 3 van vandaag. En dit waren de 3 voorbeeldkaarten. Volgende koffie en kaart. Wat gaan we dan doen?
Ik ga even het pakketje erbij pakken. Dan gaan we in ieder geval werken met de hortensia's. En vanaf vandaag komt dat pakketje online te staan. Aankomende vrijdag, dus volgende week, als wij 40 jaar getrouwd zijn, heb ik gewoon een 's middags een Facebook Live. Ook met dit pakket, maar dan het maandpakket. Dat pakket is niet meer te bestellen. Je kunt ze nu nog wel bestellen voor de volgende koffie en kaart. Ik zeg, lieve dames, fijn dat jullie er waren. Nog een hele fijne vrijdag en goed weekend. Doei, doei!